Ik denk dat dat zeer belangrijk is voor de kinderen, structuur. Zeker de eerstejaars, die komen van de lagere school. De overgang naar het middelbaar is sowieso al heel moeilijk. En ik denk dat wij die dan goed proberen op te vangen. En door heel duidelijk te zeggen aan de leerlingen, via digitale agenda en gewone agenda, door heel duidelijk te zeggen wat ze moeten doen, denk ik dat het makkelijker is voor hun om te weten wat ze moeten leren en hoe ze moeten leren. Iedereen denkt maar dat is een grote school, maar uiteindelijk, die eerstejaars die vinden elkaar en die zitten apart op de speelplaats. Die jongens zijn aan het voetballen, de meisjes lopen rond, jongens basketballen, daar is eigenlijk, ja, ze amuseren zich hier wel. Ja, Lyceum vroeger was een meisjesschool. Toen ik er nog op school zat, was het echt een typische meisjesschool. Maar van eind jaren 90 zijn jongens hier ook aangekomen en we zijn nu echt een gemengde school, kan ik wel zeggen. Het is niet meer een typische meisjesschool. Ja, ik denk dat we echt wel mee zijn met onze tijd, want de tijd van de krijtborden is lang voorbij. We hebben ook de digitale bordboeken, internet in elke klas. We kunnen werken met laptops, iPads in de klas. Alle dingen zijn wel voorzien en ik vind dat wel handig. Ik geef bijvoorbeeld wiskunde en voor meetkunde is dat wel zeer handig. Al die digitale bordboeken en werken met internet is toch wel interessant hier op school.